Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Paardenpraat TV. In deze aflevering gaan jullie al mijn paarden voorbij zien komen. Wil je dat zien? Blijf kijken! Ik zit nu in mijn auto en ik ga zo naar stal en ik zit gewoon helemaal ingebouwd met paardenspullen. Hier ligt de paardenpraat trui, achterin liggen allemaal dekjes, poetstassen. Echt, de auto van een paardenmeisje is altijd een troep. Heel veel van jullie zullen nog geen auto hebben, maar later zul je merken dat je gewoon echt schoenen erin gooit, dekjes om mee te wassen, doe maar op, paardenhaar, alles zit erin. Als mijn vriendje in de auto komt, wordt hij altijd helemaal gek. Maar ik heb eventjes iets heel leuks hier op mijn schoot liggen, namelijk de Paardenpraat Agenda. En de Paardenpraat Agenda die is vorige week uitgekomen tijdens Paardenpraat Live. We hadden natuurlijk de live shows, want dat was zo ontzettend gaaf. En toen had ik hem ook voor het eerst gezien en hij is zo ontzettend mooi. En ik wilde even tegen jullie zeggen dat hij vanaf nu ook te bestellen is op de webshop www.paardenpraat.tv. En het is weer zo'n gaaf agenda. Ik ga jullie een paar dingen laten zien. Sowieso is de voorkant echt heel vet met Halloween, George, Vito, Eve. En even kijken. Oh ja, hier hebben we tijdens Paardenpraat Live vet veel mensen een handtekening gezet. En die gaan dus hier een foto plakken. Dus als je ons tegenkomt, we zetten altijd een handtekening in de agenda, waar we ook zijn. En er staan ook echt mega gave foto's in die nog nooit ergens geplaatst zijn. Dus wil je deze agenda hebben, ga dan eventjes naar de webshop. En wat ik al zei, als je ons tegenkomt, we zetten altijd een handtekening in de agenda. Ik ga nu naar stal. En even kijken, Eve, Vito en George krijgen alle drie een massage met een heel bijzonder apparaat. Dat ga ik zo meteen laten zien. Ik hoop dat George niet vies is, want ik heb zo meteen les ook met George. En daarna ga ik ook nog lekker op Eve rijden. Even kijken hoor, ik heb eten bij me. Nou, ik zou zeggen, op naar stal. Ik ben aangekomen op stal en jullie hebben het misschien al gezien op Instagram, maar tijdens Paardenpraat Live had ik voor het eerst de George shirts onthuld. En ze zijn zo geweldig. Echt heel vet zijn ze. Ze zijn nog niet te koop in de webshop, want tijdens Paardenpraat Live zijn ze bijna allemaal uitverkocht geraakt. Als het goed is, komen ze wel daar ooit weer in. Maar ik weet het niet zeker, maar in ieder geval, ik heb dus één shirtje apart gehouden. En kijk, dat is dus echt vergeleken met mij een heel klein mini George shirtje. We hebben hier natuurlijk op stal een stalbaby, maar dit shirt is echt veel te groot nog voor een stalbaby. Maar ik ga hem zo eens passen en ik ben heel benieuwd hoe die staat. We gaan hem even meenemen. Lin is de stalbaby, die gaan we even zoeken. Ze is inmiddels alweer één geworden. Oh my god, ik zie zoiets bizars. Ik stap uit en ik kijk naar mijn vrachtwagen en ik zie dit. Ik denk dat er iemand heeft proberen in te breken. OMG. Ik zie hier dus de hendel. Oh mijn god. Oké, maar mijn koffers zitten er nog in. Oké, mijn koffers hebben ze niet gejat. Ik ben benieuwd wat ze zijn er volgens mij niet in geweest. Ik zal de deur even. Deze had ik al opengemaakt. Ik zal de deur hier neerleggen. Shit. Oké, ik zie al een paar dingen wat ze niet gejat hebben. In ieder geval niet een oud broodje. Dat ligt er al eventjes. En een bakje fruit wat denk ik een beetje verrot is. Shit. Het paspoort van George heb ik ook in de vrachtwagen. Die heb ik ergens verstopt. Die heb ik helemaal hierachter. Als het goed is. Oh, gelukkig. Hé, maar volgens mij zijn ze niet in mijn vrachtwagen. Oh, gelukkig, het paspoort van George heb ik nog. Phew. Ik schrok me gewoon echt helemaal dood. Maar ik dacht echt van, oh, als we het paspoort hebben. Oké, ik ga nu maar even naar stal. En ik denk dat ik dan, wat moet je doen? Want ze hebben het proberen in te breken, maar ze hebben niet ingebroken. Moet je dan aangifte doen? Ik weet het dan niet. Want uiteindelijk is het niet gelukt. Maar wat zonde, ik kom nu ook gewoon die deur niet meer in. Gelukkig staan de paarden nog, anders had ik het vanmorgen wel gehoord van, hey, waar is hij? Waar is George? Oké, even kijken, waar is de stalbaby? Oh, de stalbaby is er geen baby meer. De kleinste fan. Ja, zo mooi. Oh, het staat je echt heel cool. Doei. Kijk, superleuk. Ik was laatst bij een meet and greet op een bepaald evenement en ik zal het even pakken. Toen heeft iemand dit halsje voor me gemaakt. Ah, superleuk. Oké, we gaan eerst even George pakken, want ik heb les. En even kijken,
Yves ook al te wachten. Daarna Yves en Vito is lekker buiten. Die ga ik vandaag wassen. En dan krijgen ze die massage. En daar ga ik zo ook wat meer over vertellen. Dat is echt heel boeiend. Zo, ik heb net lekker gereden op George. En ja, George is lekker aan het kwijlen op mijn shirt. Het ging super goed. We hebben geoefend voor de set 1. Want ik heb binnenkort weer wedstrijd. Het is best wel echt heel moeilijk. We moeten nog heel veel leren. Maar ja, het is wel gaaf. En George doet zo zijn best. Oh, wil je gedoucht worden? Ja, ik ga even George douchen. En dan ga ik Yves pakken en Vito kan ook wel een douche gebruiken. George lijkt zo erg op Matsie. Ik was net aan het rijden en toen liet ik mijn teugels los. Gewoon, ik wilde gaan uitstappen. En ja, dan kunnen ze natuurlijk zelf een beetje route kiezen. George loopt richting de uitgang, stapt op de stenen, loopt richting het gras en wil gewoon gaan eten. Dus ik heb van, oké, George, dat kan niet. Maar ik ga, ik moet mijn spullen op. Dat is altijd zo irritant na het rijden, al je spullen opruimen. Kijk, ik heb trouwens een nieuw oortje. Hier les ik mee. En dan doe ik deze in mijn oor. En ja, mijn juf doet deze in de oor. Maar dan kunnen we met elkaar praten. En dat is dus vet handig. Kijk, ik heb helemaal mijn eigen kist. Super cool. Ik heb George lekker gewassen. Hij staat op stal. Hallo George. Oh, zo lief. Maar ik kan gewoon nog steeds niet geloven dat iemand in mijn vrachtwagen heeft proberen in te breken. En we hebben hier camera's, maar volgens mij hebben ze niet aangestaan. Echt. Ook gewoon ineens die deur hing af. Eerst dacht ik nog van, oh, heeft iemand er hard aan getrokken. Maar ja, niemand op stal heeft het hard aan getrokken. Hallo Yves. Ja, we gaan je zo even lekker poetsen, want je bent heel stoffig en heel vies. Ah, lekker. En daarna gaan we lekker rijden. Maar eerst krijg je nog de massage. En ik zit eigenlijk nu op Lisa te wachten. En Lisa geeft dus paardenmassage met een bepaald apparaat. Dat doe je dus om de buik heen. En dat trilt er dus door het hele lichaam. Oh kijk, Yves is echt het liefste paard ever. Die geeft altijd kusjes. Oké, terwijl we aan het wachten zijn, geef ik Yves nog maar een heel klein plukje hooi. Kijk, dit is heel grappig. Dit is een soort Spaans hooi. En er zit heel weinig suiker in. En dat is dus voor George. En ja, Yves kreeg gewoon normaal Nederlands hooi. Lisa is er. Lisa, wat gaan we precies doen vandaag? We gaan Yves lekker masseren. Met de single. Met even kijken. Oké, wacht. Ik laat even zien. Dit is een massagesingel. En wat doet het precies? Het geeft trillingen. En die trillingen zorgen ervoor dat de doorbloeding in haar ruggetje weer lekker doorbloed wordt. En eigenlijk gaat het door de hele lijf. Dus dat zorgt ervoor dat ze weer helemaal lekker los wordt. Hier komen die trillingen uit, toch? Ja, dat is het motortje. Ik zal het straks even laten voelen. En wat is dit? Dit is eigenlijk hetzelfde. En deze maken we vast aan haar benen, zodat we op haar benen nog wat extra doorbloeding Vind je het lekker, Yves? Vind je het lekker? En waarvoor ik dit heel vaak doe bij Yves en George? Nou, voor George is het gewoon heel erg lekker. En bij Yves doe ik het omdat de doorbloeding van Yves ja, gewoon niet zo goed is. En door die trillingen, zeg maar, gaat de doorbloeding beter. En ja, daarvoor krijgt ze minder spierpijn. En het is gewoon super goed. En met Vito heb ik het ook al een keer gedaan. Toen kreeg hij het op zijn knie, omdat hij daar toen ja, last van had. En het daar een beetje ontstoken was. Even kijken. Oh, Yves, ze valt al in slaap. Ze gaat al met haar hoofd naar beneden. Oh. Yves, je lijkt wel een robot. Ja. Of alsof je uit de film komt. Lisa, wat voor foto's heb je hier? Wacht, ik ga even kijken. Het ziet er echt boeiend uit. Ja, dit zijn de foto's die zijn gemaakt voor de behandeling. Om te zien hoe de doorbloeding is voordat we beginnen. En wat is rood, geel, groen? Rood is eigenlijk een goede doorbloeding. Dat zie je dus ook zeker op de hals hier en een beetje in de flanken. En dit is geel en groen en blauw is een beetje minder. Nou zitten er in de benen ook wat minder doorbloeding. Dus dat is altijd een beetje groen en blauw. Die daaronder, dat is een afbeelding precies na de behandeling. Die oh, dan zie je al echt vet verschil inderdaad. Ja, zeker over de billen en op de schouders en op dus de buik. Dus hier is eigenlijk nadat hij de single om heeft ja, gehad. Ja, dan zie je dat die doorbloeding weer helemaal mooi is. Kijk het verschil inderdaad. En wat is hieronder? Een uur nadat ze behandeld zijn, hebben we ze nog een keer op de foto Maar hier gezet. Lijkt hij het meest. Ja, die behandeling werkt eigenlijk gewoon helemaal door. En zo zie je dus ook dat hij gewoon een uur daarna nog steeds effect heeft. En waarvoor het ook heel goed is en waarvoor überhaupt een goede doorbloeding goed is, is omdat je dan soepele spieren hebt en soepele paarden rijden natuurlijk veel lekkerder. En het zorgt ervoor dat de afvalstoffen worden afgevoerd. En als je blessures hebt, dan is het ook heel goed, maar het helpt ook blessures te voorkomen. Eigenlijk is het overal goed voor. Yves, geniet nog even lekker verder. Oh, nog een gaapje. Oh, ze is zo lief.
Oké, wat gaan we nu doen? Dit is vogelzaad. Ja, zeker als voorbeeld. Zit in een... Leuk, moet je kijken, het gaat draaien. Dus eigenlijk is dit wat aan de binnenkant van het paard doet. Ja, zeker. Draait. De circulatie van het bloed. Het maakt een cyclonische beweging. Oei, het draait dus. Oké, cool. Die staat ook lekker op mensen. Ja, kom wel. Oh, George roept al, hij moet ook. Oh, dat is echt lekker. Ik heb altijd pijn in mijn schouders. Ik weet niet waarom, het is een beetje kromloop misschien. Oh, oké, Lisa, dit is wel heel chill, hè? Nou, we hebben twee vliegen in één keer. En ik en Georgie. Maar weet je, George is altijd wel helemaal los en soepel, maar toch vindt hij het echt heel lekker. Ja, ontspant gewoon even met zijn lippie. Oh, moet je kijken, moet je komen. Oh, zo lief. Oké, alle paardjes zijn weer lekker losgemasseerd. George staat hier lekker te eten. Fido is ook weer lekker van de wei gehaald. Ja, hè? Ja, we moeten jou nog wel even douchen. Ik ga nu even Fido wassen, want hij is echt super vies. Hele lieve Fido. Ja. Heb je geen zin om hooi te eten? Nee, Fido heeft al de hele dag heel veel gras gegeten. Oké, en dan ga ik ook nog even Yves gedag zeggen. Dan wil ik tegen jullie zeggen, dankjewel voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En heb je nog een leuk idee voor een video, zet het dan onder in de reacties. En heb je nog een kaartje voor Horse Event? Ik wil je heel graag een Horse Event. Ga dan eventjes naar de website van Penny. En als je zo'n kaartje koopt, hey Yves, voor Horse Event via Paardblad en Penny, dan krijg je een goodiebag te waarde van 25 euro gratis bij je kaartje. En die goodiebag met allemaal verrassingen daarin kun je ophalen op Horse Event. Echt heel erg vet. Hoi Yves. Oké, nou nogmaals dankjewel voor het kijken. Duimpje omhoog, abonneren en tot volgende week. Doei doei.